mensen die plotseling doodvallen, ja, dan is het, ja, vind ik het echt heel erg belangrijk om met elkaar te zorgen dat die behandeling er komt. Zo'n 20 cardiologen starten zaterdag aan een bijzondere uitdaging. In één dag ruim 500 kilometer fietsen door Noorwegen. Ze doen dat voor de stichting PLN van Pieter Glijnis uit Middenmeer. Ik ben er wel bij in Noorwegen om ze van harte toe te juichen, maar zelf mee fietsen. Dat zit er niet in, want Pieter leidt aan PLN, een zeldzame hartspierziekte. In 2012 strompelde ik achter een rollator met verlammingsverschijnselen in mijn benen. En had ik ook eigenlijk voor een deel al wel afscheid genomen van het leven. Ik ben 7 jaar heel ernstig ziek geweest. 4,5 jaar geleefd met een steunhart in mijn lichaam om in leven te houden. En ja, 5 jaar geleden het ongelofelijke cadeau van een donorhart mogen ontvangen. Vrijwel direct na de operatie richt Pieter de stichting PLN op om meer onderzoek mogelijk te maken. Wij kennen in Nederland ongeveer 1000 dragers. Tot op heden komen we niet verder als symptoombestrijding. Want een heel aantal keren gaven de artsen ook aan van ja, we weten het niet meer en we gaan wel door met behandelen. Maar ja, houdt u er toch rekening mee dat dit wel eens fout af zou kunnen lopen. Ik ben de gelukkige vader van 3 fantastische kinderen. Ja, en de statistiek leert dan dat het vrijwel zeker ook bij de kinderen zit. Er is daarom veel geld nodig voor onderzoek. Ja, wij hebben ons doel om daar 2,5 miljoen hebben we daar de komende 5 jaar voor nodig. Nou, en daar is deze monstertocht, ja, een fantastisch initiatief in. Meefietsen in Noorwegen kan niet, maar de route bekijken natuurlijk wel. En hier is dus de zwaarste klim voor de fietsers over. En gaan we naar beneden, maar met nog wel een kleine 400 kilometer, hè? Wow!